Is er nou een dikke strontvlieg hier? Dat mien dus niet. Ik heb dus zelf tanbutter gekocht bij de AC Het Jong. Maar nu ben ik als de dood om het te gebruiken. Hey gangsters en gangsterina's. Het is wel eens tijd voor art. Bring back some art to this channel. Uw, wat zit hier op de tafel? Gadverdamme, wat is dit? Bijna over mijn nek. Ik hoor nog steeds die strontvlieg op de achtergrond. Oh, hier zit hij. You motherfucker. Ik zie jou wel hoor. Teringleiertje. Ja, kan je zo doen. Maar één keer doen. Ik pet je helemaal dood. Niet wegvliegen. Verstandige strontvlieg. Oh, dag. Buurman. Oké. Tijd voor professionele zaken. Professionele zaken. Ja, je verwacht het misschien niet als je het zo ziet. Maar dit wordt art. Lekker jongen, kleien. Echt zin in. Oké, wat gaan we dan vandaag kleien, vraag je natuurlijk af. Ik vond achter in mijn schuur deze tegeltjes. En deze tegeltjes komen nog uit de tuin van ons vorige huis. Ja, daar wist ik ook niet wat ik ermee moest. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik neem het mee en ik leg het in de schuur. Zoals eigenlijk alles bij mij. Dus ja, vandaag is het wel echt eens tijd om wat met deze tegeltjes te gaan doen. Nou zat ik er eens aan te denken om een van mijn favo kleiwerkjes terug te brengen. Namelijk fabric art. Weten we dat nog? De fabric art, dat was wel echt een van mijn hoogtepunten. Oké, tijd voor de action. Oh, dit is echt een lekker moveje om te doen zo. Ik word soms zo moe van mezelf. Nou, we know the drill inmiddels. Hè? We pakken onze klei er weer bij. En die moeten we natuurlijk eerst even lekker soepel maken. Vorige keer heb ik natuurlijk best een grote fabric art gemaakt. Deze keer worden het drie wat kleinere. Dus ik denk wel dat dat makkelijker handzaam is om te maken. Voor de mensen die de video over fabric art trouwens niet gezien hadden. Even een korte uitleg. We gaan dus twee van mijn favoriete hobby's bij elkaar brengen. Jullie weten natuurlijk dat een van mijn hobby's kleien is. Maar daarnaast is een van mijn andere passies natuurlijk fashion. Daarom gaan we deze twee combineren. Dus we maken klei alsof het stof is. En daar komt dan art uit. Ja, beter kan ik het eigenlijk niet uitleggen. Ik ga dit weer even lekker uitrollen tot een grote platte pannenkoek. Oh, kakkie kakkie. Is het al dun genoeg? Pak ik een tegeltje erbij. En dan drapeer ik dat er overheen. Nou, perfect. Oeh, eigenlijk zoals die hier valt is het meteen amazing. Maar dit ligt helemaal niet op het tegeltje. Ik weet eigenlijk niet hoe ik dit precies doe, maar ik doe er een beetje lucht onder. En ik probeer het gewoon een beetje naar elkaar toe te duwen. Zo. Totdat ik vind dat ik een mooie vorm heb. Hier is natuurlijk nog niet echt een vorm. Het moet ook weer niet te hysterisch veel zijn. Ik denk dat dit een hele goede eerste is. Ondertussen voel ik even waar de randjes van mijn tegeltje zitten, zodat ik weet hoe het eruit ziet wat er dan op ligt. En ik denk dat dit amazing is. Dat denk ik. Wat natuurlijk nu te veel om mijn tegeltje heen zit, dat snij ik even weg met een mesje. Zo. Oké. De klei ligt natuurlijk nu nog heel erg op het tegeltje. Dus ik ga proberen, net als vorige keer, wat ik met het canvas heb gedaan, om de randjes echt vast te kleien aan mijn tegeltje. En misschien een klein beetje ook het naar de onderkant kleien, zodat het echt als een soort van bakje vast zit. En dat doe ik met een klein beetje water. Nu ik de randjes al helemaal uitgesmoes heb, ga ik natuurlijk de bovenkant van mijn fabric art ook doen. Want nu lijkt het nog een beetje op echt een olifantenhuidje. Maar als ik er met water overheen ben geweest, dan wordt het echt helemaal lekker smoes. En je kan hier zelfs ook eventjes een kwastje voor gebruiken. Je ziet gewoon door er met water overheen te gaan, komt de bovenste laag van de klei, die wordt wat vloeibaarder. En die smeer je dan over het hele werkje heen, waardoor het gewoon eigenlijk weer glad wordt. Dus als je ook kleine scheurtjes hebt in je klei en je gaat er overheen met een kwast en een beetje water, dan worden die scheurtjes automatisch weer opgevuld. Dus dat is natuurlijk amazing. Daardoor wordt het echt super mooi smooth en begint het echt op stof te lijken. Och, I love it. Ik vind het er zo vet uitzien. Nou, dit is natuurlijk onze eerste masterpiece. Maar ik zei, ik wil een drieluik maken. Dus ik wil eigenlijk drie verschillende maken. Dus deze mag aan de zijkant om lekker te gaan drogen. En dan gaan we er nog meer maken. Terwijl mijn klei lekker ligt te drogen, is het natuurlijk tijd om te beginnen aan de volgende. Want ik ga er nog twee maken. En dat doe ik gewoon weer op precies dezelfde manier. Dus ik ga natuurlijk eerst mijn klei lekker weer een beetje soepel kneden. Tegeltje. Perfect. Nu gaan we hem natuurlijk weer even in positie leggen. Ik vind dit er eigenlijk al best wel leuk uitzien. Hij is heel subtiel, maar ik heb die ander wel wat overdrevener gemaakt. Maar dit is wel een beetje hoe die natuurlijk is gevallen. Kijken of ik dat er een beetje in kan houden. Ik vind dit wel echt vet. Hier zit ook een goede vouw. Die mag ook ietsjes meer. Ik denk zoiets. Ja. Dan mag er nog echt wel wat drama in. Dit is misschien een beetje onnatuurlijke val.
Maar ik denk dat het wel wat kan hebben. Ik vind het wel weer vet. Randjes er natuurlijk weer afsnijden. Oh my god, jongens. Kijk nou. I love it. Ik ga snel door om er nog eentje te maken. Maar ja, ik begrijp dat jullie inmiddels wel snappen hoe dit werkt. Dus ik kom weer bij jullie terug als ik de derde ook gekleid heb. Tadadada! En daar was nummertje 3. Ik moet natuurlijk niet meer wachten totdat de klei helemaal droog is. En meestal duurt dat toch wel echt een paar dagen voordat het echt, echt droog is. En ik het een kleurtje kan geven of er verder mee kan. Nou heb ik echt een briljant idee hoe ik deze nog tot een hoger niveau kan tillen. Maar ja, ik moet natuurlijk wachten totdat het droog is. Dus ik denk dat ik jullie over een paar dagen weer terugzie. Precies een week verder. En daar zijn we weer. De art is inmiddels droog. En ze zijn echt super goed gelukt. Er zitten helemaal geen barsten in. En ze zijn echt lekker stevig geworden. Dus ik ben hier echt zeer content mee, kan ik je vertellen. En ik vind me ze leuk zo bij elkaar. Ja, amazing. Moet je nou zien. Ik weet nog niet hoe ze precies moeten hoor. Welke kant ze op moeten draaien. Maar vet met elkaar vind ik het wel. Zeker. Maar ja, nu is de art natuurlijk nog vreselijk grijs. En daar gaan we weer wat aan doen. Vorige keer heb ik hem natuurlijk marineblauw gemaakt. En dat vind ik echt nog steeds amazing. En ik dacht, ja, om dat te overtreffen moet ik toch wel met wat meer komen. En daarom dan ook dat ik heb besloten om deze 3 nieuwe fabric art werkjes goud te maken. En dan bedoel ik niet goud met een of andere skere spuitbus van de Action. Nee, ik bedoel goud met bladgoud. Even kijken hoor. Hier moet je altijd heel voorzichtig mee zijn. Want dit is natuurlijk heel teer. Kijk, dit blijft zo magisch, hè, bladgoud. Kijk, het is natuurlijk heel delicaat spul, hè? Ja, dit is zo vet, jongen. Oké, we gaan er gewoon weer voor. Ik begin denk ik met een lekker kloddertje lijm over mijn werkje. Pak ik even een kwassie en dan ga ik dat lekker even zo over mijn werkje uitsmeren. Oeh, ik heb wel echt een hele dikke klodder gedaan. En dan pak ik natuurlijk mijn bladgoud erbij. Zo. En dat leg ik er in één keer overheen. En ik denk dat ik weer ga blazen. Ja, gewoon heel zachtjes erin drukken. Maar het is natuurlijk, oh, wel weer moeilijk. Want het is gewoon een hele moeilijke vorm. Ja, oh my god, als het erop zit is het echt heel erg vet. Oh ja, dit wordt heel erg nice. Als je dan een deel beplakt hebt, dan kan je even met een droogkwastje eroverheen wrijven. En dan wappert het van goud hier helemaal door de woonkamer. Dit is nu mijn eerste tegeltje. En ondanks dat ik vind dat het er echt amazing uitziet, is er wel iets wat ik een beetje frustrerend vind. En dat is dat je niet op alle plekken even goed komt met je bladgoud. En dan hou je dus grijze cracks. En I don't like grijs cracks. Dus nu bedankt. Dacht ik mij dat ik mijn tegeltjes denk ik ga inspuiten met gouden verfspray. En dat ik daar dan bladgoud overheen doe. Want mocht dan het bladgoud niet helemaal goed overal plakken, dan lijkt het in ieder geval wel nog helemaal goud in plaats van grijs. Dus ik ga deze eerst even buiten goud spuiten. En dan ga ik daarna weer opnieuw verder met mijn bladgoud. Ze zijn goud. En ik denk dat dit een veel betere ondergrond is nu. Ik ga gewoon weer verder met mijn bladgoud. Ja joh. Ik ben hier denk ik wel de hele dag zoet mee hoor. Rapapa! Daar is het dan hoor. Oh, wat is dit vet zeg. Als je het zo alle 3 bij elkaar ziet. Oh my god, wat vet. Het lijkt toch ook wel bijna één geheel. Alsof het nog in elkaar doorloopt. Dat is ook echt heel vet. Doordat deze golf zo hiermee naartoe gaat. En dit zo. En dat is allemaal intuïtief gegaan, hè. Dat was helemaal niet de bedoeling. Maar uiteindelijk als je ze dan hebt, dan kan je ze natuurlijk als een soort puzzel bij elkaar leggen. Dat het er nog ook weer heel tof uitziet als één geheel. Nou, ik ben er weg van. Ik vind het waanzinnig weer. Ik vond dit weer een toppertje. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben van deze nieuwe art. Als dat nou zo is, like het dan natuurlijk even. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal. En volgende week ben ik er gewoon weer.